Het is vandaag de laatste uitzending van Mandy op de Markt voor 2016. En dan kan het onderwerp Oud en Nieuw natuurlijk niet ontbreken. Dus vandaag vraag ik de Schiedammers wat zij voor leuks met Oud en Nieuw gaan doen. Hey dames, wat voor leuks gaan jullie met Oud en Nieuw doen? Nou, wij zijn gewoon thuis met Oud en Nieuw. Lekker saampies. Mijn dochter komt mee. De dochter komt wel lekker aanschuiven. Ja, die komt wel aanschuiven. Ja. Kijk, dat is gezellig. En staat er dan ook nog wat lekkers op het menu? Nou, nah, niks aan de hand hoor. U wordt gewoon een hele bekende Schiedammer. Ja, echt hoor. Hey dames, gaan jullie nog wat leuks doen met Oud en Nieuw? Ik ben samen met mijn man thuis. Gezellig. Met z'n tweetjes. En wordt er dan nog wat speciaals gedaan? Nou, eigenlijk lekkere dingetjes maken en zo. En wat voor dingetjes wordt er dan gemaakt? Tapas. Tapas. Ja. En dan Spaanse tapas? Ja. Lekker. Dus lekker van die, hoe heet het dat ook weer? Ja, dadels met spek, ja, geitenkaas. Ja, inderdaad. Dat komt wil ik ook wel aanschuiven hoor. Echt ja? Ja, u bent wel hard. Gezellig. En wat gaat u doen met Oud en Nieuw? Lekker met mijn katje thuis. Ja? Is hij een beetje bang voor vuurwerk? Ik denk het wel. Dus ik blijf lekker bij haar. Ja. En ook wel lekker hapjes maken en een borreltje voor uzelf? Ja hoor, ik verwen mijn eigen best. En lekker televisie. Maar dat wil ze niet. Nee. Nou, een kat meenemen. Ja, tenzij u een hele grote hond heeft. Nee, ik blijf lekker bij mijn beestje thuis. Ja. Ook wel eens lekker, toch gewoon lekker op uw gemak, in je eigen omgeving. Ja, en lekker, je kan naar bed gaan wanneer je wil. Gaat u dan ook echt vroeg uw bed in? Nee, ik kijk eerst vuurwerk. Dat wel. En ook zelf wat afsteken dit jaar? Nee, hoor. En waarom niet? Nee, ik ben er erg bang voor. Nee, dat doe ik echt niet. En vindt u het wel mooi om naar te kijken? Ja, dat vind ik wel. Heel mooi. Gaat u nog wat afsteken? Ik ga wel naar buiten. Met een paar sterretjes? Nou, nee. ik kijk er wel naar. Ik vind het wel leuk. Gaan jullie nog wat leuks doen met Oud en Nieuw? Nee, we blijven dit jaar. We gaan naar onze dochter. Ja. Oh, maar dat is toch gezellig? Nou, 50 meter verder waar we wonen. Dus het is niet. Het is ook in Schiedam? Nee, in Vlaardingen. In Vlaardingen, oké. Okay. Maar dan toch even lekker de markt op in Schiedam? Altijd, even. Oorspronkelijke Schiedammers. En komt er nog meer familie bij uw dochter? Mijn andere dochter. Kijk, en nog kleinkinderen in het spel, of dat niet? Eentje, kleinzoon. Ja. Een kleinzoon die is er. Die is er. Die is daar, die woont op dat. Een kleindochter, maar die is er niet. Dat kan niet allemaal tegelijk zijn, hè? En op die avond wordt er dan nog wat speciaals gegeten of speciaals gedaan? We zijn aangenodigd voor de eerste keer zolang we bij elkaar zijn door mijn dochter. Dus ik hoop nou dat ik er eindelijk een keer wat terug krijg om te eten. Ja. Nee, dat ze wat lekkers gaat maken. Ja, lekker gourmetten. Ja. Oh, maar dat is gezellig. Ja, en gaan jullie nog vuurwerk afsteken? Nou, ik ben geen voorstander. Om te zien wel, maar niet om zelf te doen. Gewoon lekker van binnen naar het vuurwerk kijken. We kijken. Ja. Ja. Ik ga lekker vroeg naar bed om het nieuwe jaar weer goed te beginnen. Ja, om helemaal uitgerust te zijn. Juist. Maar betekent dat dan ook dat u echt voor 12 uur gaat slapen? Ja, tuurlijk. Ik ga dan normaal al om een uur of 10 naar bed. En dan met die herrie ga ik toch lekker slapen. Vindt u het niet gezellig om dan een beetje rond 12 uur naar het mooie vuurwerk te gaan kijken? Ja, ik vind het prachtig, maar ik heb het al zoveel jaar meegemaakt. En ik vind het gewoon prettig dat ik de dag weer fris begint. En hoe begint 2017 dan voor u? Nou, lekker vroeg opstaan en het ligt eraan wat voor dag het is. Dan ga ik als vroeg sporten. Ja, wat voor sport doe je toe? Fietsen. Wel lekker buiten fietsen, een beetje door de stad heen? Ja, nee, in het groen. Hè. Dan ga ik het goed opzoeken. Nou ja, het ligt eraan wat ik die dag heb, want ik zit ook op volksdans en op zang. Dus ik heb mijn weekje wel. U verveelt zich niet? Nee, en lezen doe ik graag, dus ik hou het rustig. Goed, nou wens ik u een hele fijne jaarwisseling toe. Hetzelfde. Dank u wel. Dus gaan jullie nog wat leuks doen met Oud en Nieuw? Ik ga naar mijn vriend toe en er komen een paar vrienden langs en dan gaan we gezellig het nieuwe jaar in. Ja. En hoe ga je dat helemaal inleiden met heel veel drank, eten, vuurwerk? Van alles en nog wat. Ja. Vuurwerk afsteken? Misschien wel, dat weten we nog niet. Maar dan moeten we even kijken of we iets leuks kunnen vinden. In ieder geval hartstikke gezellig. Ja. En wat gaat u doen? Ik ga naar mijn ouders en daarna nog mijn vrienden. En morgen komt mijn dochter langs. Of morgen, de dag erop. Ja. Ja, dat is wel een traditie, hè? Heb ik begrepen dat je dan de volgende dag wel even langs je ouders gaat om nieuwjaar te wensen. Ja. Dus dat doe je wel heel lief. Ja, natuurlijk. Ja, altijd. En u gaat naar uw ouders toe wonen, die ook in Schiedam? Ja, vlakbij. Aan de overkant. Dus, dat wel. Vuurwerk afsteken? Nee, dat niet. Nee. Wel kijken, het hoort er wel bij. Ik vind het wel leuk. Als er geen vuurwerk afgestoken wordt, vind ik het niet echt Oud en Nieuw. Dus het is wel leuk. Maar dan wel siervuurwerk? Siervuurwerk, ja. Af en toe lijkt het wel oorlog bij ons achter. Dus iets minder, maar het hoort er wel bij. Het is wel leuk. Hey hoor, glaasje erbij.
TV kijken. Ja, een glaasje wijn, een glaasje whisky? Nee, geen sterke drank. Weer een glaasje wijn of zo. Ja, een glaasje wijn. En dan een extra oliebolletje misschien erbij? Ook, oh, die zijn al in huis. Kijk, dat is fijn. Dat is altijd lekker. Met extra poedersuiker? Ja, lekker. En met vuurwerk, en meneer, gaat u dat zelf nog afsteken? Of ik heb van mijn leven nog nooit vuurwerk gekocht. Nee? Ik vind het ten eerste zonde van mijn geld en ten tweede te gevaarlijk. Ja. Ja, je hoort inderdaad tegenwoordig toch wel meer ongelukken. Hopen dat het dit jaar wat minder is. Maar gaat u er wel naar kijken? Vanuit het raam, ja. En dan kijk ik zo vanuit Rotterdam het vuurwerk vanaf de brug, kan ik het zo zien. Oh, dus u heeft wel een mooi uitzicht. Ja. Wens ik u een hele fijne jaarwisseling toe. U ook. Dank u wel. Tot ziens.